heel prachtig is. Ja, we gaan het zo langer hebben over wat we allemaal wel kunnen verwachten. Gewoon lekker positief. Maar we gaan eerst eventjes naar Nicky. Want dit weekend wijkt informateur Remkes uit naar Hilversum. Ja, niet alleen. Hij neemt de leiders van de VVD, D66 en CDA mee. En dat alles natuurlijk omdat hij een poging aan het doen is om toch nog een kabinet te smeden na toch deze lastige formatie tot nu toe. Er liggen verschillende opties op tafel. En hij hoopt dat er ook briljante ideeën worden uitgewisseld. Ja, één optie. Dat is een extra parlementaire regering. Nu denkt u misschien een watte. Nou, dat is niet zo vreemd. Voor het laatst hadden we zo'n soort regering in de jaren 30. En waarbij een meerderheidskabinet we gewend zijn dat er een dichtgetimmerd regeerakkoord ligt, is dat bij een extra parlementaire regering juist niet zo. Een kabinet met ministers uit verschillende partijen, dus ook buiten VVD, CDA en D66, die moeten dan steeds per voorstel zorgen dat er een meerderheid komt in de Tweede en in de Eerste Kamer. VVD-prominent Henk Kamp, die op deze vorm van een regering al eerder en denkt dat het de oplossing kan zijn voor een nieuw kabinet? Ja, als je geen meerderheidskabinet hebt en je hebt geen minderheidskabinet, er moet wel een kabinet komen. Dan resteert er maar één mogelijkheid en dat is een extra parlementair kabinet. Het bijkomende voordeel van zo'n extra parlementair kabinet is dat het past ook in de nieuwe cultuur die voorgestaan wordt. Een minder accent op het kabinet, meer accent op de Kamer. Nou, dat krijg je met een extra parlementair kabinet dat breed moet worden samengesteld en iedere keer moet proberen om op basis van kwaliteit van voorstellen steun in de Kamer te krijgen. Ja, wat denkt u ervan als Eerste Kamervoorzitter? Ja, als Eerste Kamervoorzitter is het niet mijn taak om de informateur in de weg te lopen. maar het is een mogelijkheid en het heeft dus ook de voordelen die Henk Kamp daar noemt. Ik heb nog niet gehoord dat een minderheidskabinet of een meerderheidskabinet al van de baan is. Dus ik denk dat we even rustig de informateur zijn werk moeten laten doen. Ja, daar hoor ik wel in dat er voorkeur bij u uitgaat naar minderheids- of meerderheidskabinet. Nee, ik zeg dat die nog niet van de baan zijn en dat ook een extra parlementair kabinet een mogelijkheid is. En hoe schat u die kansen dan in? Is er een voorkeur voor meerderheid of minderheid ten opzichte van zo'n... De voorkeur is nog steeds een meerderheidskabinet, maar ik vraag me af of ze daarna moeten blijven streven. Een minderheidskabinet zal al een stap vooruit zijn, ook vanwege die bestuurscultuur, want dat heb je natuurlijk ook bij een minderheidskabinet, dat kabinet steeds naar steun moet zoeken. Ja. Dat lijkt mij prima passen in deze tijd. Ja. En daar is trouwens interessant aan dat ook de kabinetten Rutte 1, 2 en 3 hebben bijna nooit een periode gekend waarin ze een meerderheid hadden in beide kamers. En dat heeft wel voordelen, want dan moet er dus veel meer ook rekening worden gehouden met oppositiepartijen waar ook kiezers achter staan. Dus uit democratisch oogpunt is dat ook heel goed denkbaar. Nou, dat klinkt positief. Tot diep in de nacht